1, 2, 3. Hola chicos y chicas. Welkom bij Festival TV. Vanavond neemt Festival TV jullie mee naar een concert van niemand minder dan Belle Perez. En wij zijn vanavond te gast in een uitverkocht Theater de Bussel in Oosterhout. Laat je meeslepen door de geweldige, ritmische Spaanse klanken van Belle Perez. Kijk mee en geniet. Kijk jij terug op de afgelopen 10 jaar? Ja, op die 10 jaar is er heel veel gebeurd. Hè. Ik ben begonnen bij Eurosong met de preselecties. Ik was toen 23 jaar oud. En nu zijn we 10 jaar verder. Ik heb ondertussen in Amerika gezeten. Ik heb Zuid-Amerika heb ik gedaan, daar heb ik getoerd. Ik heb ondertussen in Ahoy gestaan, in het Sportpaleis. Dus er is heel veel gebeurd. Ik ben nu ondertussen 9 albums weer verder. Dus heel veel dingen. Ja, en dat heb ik samengebundeld in één... In een theatertour en die heet inderdaad Yes. Dus vanavond gaan de mensen mij zien in een notendop. Dus eigenlijk op 2 uur tijd gaan ze Belle Perez leren kennen. Het wordt lekker knallen dus. Ja, absoluut. We beginnen rustig aan met die allereerste albums. Die waren Engelstalig. Om een beetje de sfeer erin te krijgen, zeg maar. Ik heb ook 3 heel grote panelen, 3 heel grote schermen. Omdat ik toch wel heel veel te vertellen heb. En je krijgt dat op 2 uur natuurlijk niet allemaal verteld. Dus ik heb videoclips die voorbij komen, foto's die ik laat zien. En dus dat de mensen eigenlijk meteen mee zijn. En ben je nou nog van plan nogmaals een Engels album uit te brengen? Goh, ik heb nu natuurlijk die smaak te pakken hè, met mijn Spaanstalige albums. En dat zijn tenslotte mijn roots. Maar in 2010 is de bedoeling om nieuw materiaal uit te brengen. En dan zien we wel. We zijn nu aan het brainstormen welke kanten we willen uitgaan. Nu het Spaanstalige vind ik nog altijd fantastisch. Ik vind het ook heerlijk om die nummers zelf te kunnen schrijven. Maar we zien wel. The sky is the limit. Ja. Dan schrijf je dus echt elk nummer zelf? Elk nummer is misschien wel heel veel gezegd, maar toch bijna alle nummers. Ja, we zijn met een klein team. Patrick Renier, die ook zowel het geluid doet, is ook mijn manager, die produced ook. Die heeft jou ook ontdekt toen de tijd? Ja, inderdaad. Ja. In 97 alweer. Ja. Ja, dat was nog 2 jaar voor het Eurovisie Songfestival. En een van de gitaristen, Nani Juan Guerrero, die componeert ook mee. Dus we zijn eigenlijk met z'n drieën, maar ik neem meestal wel de tekst voor mijn rekening. Ja. Oké. Okay. En in welk nummer heb jij nou de meeste emotie kunnen leggen? Oh, dat is moeilijk natuurlijk, want je groeit in elk album. Wat betekent het meest voor jou? Welk nummer, denk je? Toch wel Hello World, het allereerste nummer, ja. Want dat is toch wel dat ene nummer geweest wat mij gelanceerd heeft. Wat mij ook over heel de wereld eigenlijk bekend heeft gemaakt. Dus dan, als ik dan moet kiezen, dan ga ik voor het prille begin. Hello World, ja. Ja. Wat zal nou echt het kroontje op jouw carrière zijn? Je hebt nu echt zo op zoveel plaatsen opgetreden. Waar zou je nou echt eens in je leven echt willen staan? Ik zou heel graag terug willen gaan naar Zuid-Amerika. Ik vind voor mezelf dat ik daar veel te kort ben geweest. Dat was maar 3 weken. Ik heb in die 3 weken ook Argentinië, Mexico en Chili gedaan. En ik zou dat echt rustig willen doen met mijn eigen liveband. En dat ik ze nu ook eens kan laten zien dat ik ook Spaanstalig repertoire beheers. Want zij kennen alleen maar Hello World in het Engels. Ja. Dus ik hoop echt nog een keer naar Zuid-Amerika te kunnen gaan, absoluut. Ja.
Oké. En heb je nou zelf eigenlijk nog wel eens tijd om op vakantie te gaan? Want je hebt de afgelopen jaren echt alleen maar gewerkt en gewerkt en gewerkt. Mm-hmm. Jawel, toch wel. Er wordt hier en daar een vakantie ingelast. En ik mag blij zijn als dat een week is. Ik geloof dat er nu binnenkort 10 dagen op staat. Dus dat is wel zalig. En dan trek ik ook echt naar de zon. Ja. Wil ik ook echt genieten. Dan kom ik helemaal tot rust. Met leuke boeken mee. En gewoon goed gezelschap. En dan amuseer ik mij wel. Ja. Oké. En hoe zie jij jezelf over de komende 10 jaar? Nu heb je dus afgelopen 10 jaar gehad. Maar wat staat er allemaal in de planning? Wat wil je bereikt hebben over 10 jaar? Ja, er worden wel een aantal doelen uitgestippeld, zeg maar. Maar in de showbiz weet je natuurlijk nooit. Wat er nu vaststaat is dat ik in 2010 een nieuw album ga uitbrengen. We gaan terug theater in. En voor de rest zien we wel. In de showbiz kan alles gebeuren. En ik hoop dat ik nog lekker heel lang kan blijven zingen. En dat is voor mij het belangrijkste. Nou, dat hopen wij ook. Ik wil je heel erg bedanken. En we gaan echt volop genieten van jouw concert zo dadelijk. Oké. Dankjewel, Belle. Jullie bedankt. Joep.